Hoi, dit is Wakker Worden met Robertus. Ik ga in deze video een persoonlijk verhaal vertellen. Ik ga ook mijn visie geven op, nou ja, laten we maar zeggen, de nieuwe wereld. En ik ga ook om hulp vragen. Maar daarvoor ga ik eerst het een en ander vertellen. Want mijn persoonlijke verhaal, ik denk dat de meeste mensen wel weten dat ik zelfstandig ondernemer ben. Ik geef al ruim 30 jaar geef ik training en coaching in het bedrijfsleven. Daar ga ik straks misschien nog wel wat meer over vertellen. Maar belangrijk om nu te vertellen vind ik dat ik wat ik doe, zowel professioneel als persoonlijk, dat doe ik eigenlijk al heel lang, niet primair vanuit geld, maar primair omdat ik het mooi vind om te doen, omdat ik het leuk vind om te doen of omdat ik het ja, bijzonder of belangrijk vindt om te doen. Dat is mijn drijfveer. Kijk, natuurlijk heb ik in het verleden, ja, moet ik heel eerlijk zeggen, heb ik wel eens ja gezegd op een training, gewoon omdat ik er geld mee kon verdienen, maar niet omdat ik nou dacht van, daar ga ik de wereld mooier mee maken, of dat ik dacht van, daar ga ik mensen gelukkiger of gezonder mee maken, of dit draagt echt bij aan, ja. Zeg maar overvloed voor iedereen in het algemeen. Dus ik heb ook wel eens gewoon ja, trainingen verzorgd, zeg maar, omdat ze gewoon geld opleverden. En ik moet ook heel eerlijk zeggen, ik heb eigenlijk altijd, heb ik daar ja, ontzettend veel geld mee verdiend, zou je kunnen zeggen. Ja, laat ik het zo zeggen, er was in ieder geval altijd geld en het was eigenlijk nooit een probleem. Ja, primair vanuit het geld, zei ik al, dat deed ik in mijn werk, maar ook bijvoorbeeld persoonlijk. Hè? Dus als het bijvoorbeeld ging om huizen. Ik heb een aantal keer een huis gekocht. En dan deed ik dat altijd omdat ik dat een enorm mooi huis vond. Omdat hij op een fantastisch mooie plek stond, zeg maar. Maar ik deed het nooit omdat het zo'n courant huis was. Hè? Dus op het moment dat ik het huis weer ging verkopen. Ik heb altijd maar een paar jaar op een plek gewoond. En dan zag ik altijd weer een andere plek. En dan wilde ik weer door. En maar als ik dan het huis ging verkopen. Dan was het eigenlijk nooit zo dat ik daar heel veel mee verdiende. Sterker nog, heel vaak was dat huis dan bleek veel minder waard. Als wat ik ervoor over had gehad. Maar ja, ook hier. Ik deed dat niet omdat ik aan het huis wilde verdienen. Kijk, als ik dat gedaan had. Ja, dan had ik wel een of ander luxe appartement gekocht, bij wijze van spreken, wat ik na een paar jaar met dikke winst kon verkopen. En maar nogmaals, ook in mijn persoonlijke leven doe ik dingen eigenlijk niet om primair vanuit het geld. Om één voorbeeld te geven, ik heb een keer in een fantastisch dijkhuisje gewoond, ergens aan de Waal. En ja, dat was echt een soort sprookjeshuis, een soort Hans en Griet huisje, zeg maar. In the middle of nowhere. En ik weet nog, toen wij het kochten, toen stond er in het taxatierapport, stond er over de keuken, hè, stond daar omschreven, maar die stond omschreven als niet aanwezig of als zodanig te benoemen. En het was ook zo. Het was echt niet meer dan ja, wel een hele leuke ruimte, maar met ja, een soort van losse aanrecht die ze daar neer hadden gezet, met een kraantje erboven. Maar ja, ik heb daar jarenlang heb ik daar fantastische maaltijden in klaargemaakt, zeg maar. Maar ja, op het moment dat je zo'n huis dan wil gaan verkopen, ja, dan komen mensen en die zijn natuurlijk onder de indruk van de plek, want dat was het ook. Maar die gaan in de onderhandeling wel zeggen, nou ja, maar er moet wel een hoop verbouwd worden en ja, er zit niet eens een keuken in. Nou ja, kortom, even als voorbeeld, ik doe de dingen, zowel professioneel als persoonlijk, omdat ik ze leuk vind om te doen, omdat ik het mooi vind, omdat ik het bijzonder vind, zeg maar. Nou, ik weet niet of het komt omdat ik ondernemer ben. Ik zie dat wel vaker bij ondernemers, hoewel ik ook heel veel ondernemers zie waarbij ik het helemaal niet zie. En dan heb ik het met name over het wakker worden. Ik denk dat het feit dat ik ondernemer ben, en destijds ook was, zeg maar, dat veel heeft bijgedragen aan het feit dat ik wakker ben geworden. Want ik zag destijds ook al dat het systeem raar in elkaar zat. Ik deed mijn werk, en ja, nogmaals, ik ga er straks misschien nog wel wat meer over vertellen, maar ik deed mijn werk, maar dan had ik bijvoorbeeld soms had ik opeens met organisaties te maken of met wet en regelgeving, wat in mijn beleving niks met mijn werk van doen had, maar waar ik dan wel aan moest voldoen. En die konden mij dingen opleggen die ik moest doen of die ik moest laten. En meestal was het dan een verdienmodel. Dus dan waren er bijvoorbeeld bepaalde rechten
die ik dan zeg maar moest betalen omdat ik bijvoorbeeld wel eens muziek draaide in mijn trainingen of zo. Dat soort dingen. Hè. Dus, maar goed, dat vond ik dus al gek. Dus ik had te doen met organisaties en wet en regelgeving. Dat ik dacht van volgens mij is dat vooral geldklopperij. Ik had natuurlijk ook van doen hè, met de overheid, waar heel veel van mijn geld in hele diepe zakken in verdween. Hè, via de Belastingdienst, zeg maar. Nou, zo kan ik heel veel voorbeelden noemen. Hè, ook dat ik bijvoorbeeld, als ik mijn vak wilde uitoefenen, moest ik verzekerd zijn voor dingen dat ik dacht: ja, maar dit gaat nooit gebeuren. Ja, maar toch moet je verzekerd zijn. En nou, dus ik zag aan alle kanten van dat systeem, dat klopt niet helemaal. En toen, om een lang verhaal kort te maken, ben ik mij gaan bevrijden uit het systeem. En het was zo rond 2009. Ben ik mij vrij gaan maken uit het systeem. En dat heb ik ook zowel zakelijk als persoonlijk gedaan. Persoonlijk bijvoorbeeld ben ik die huizen gaan verkopen. En ik zeg ook huizen, want op het laatst had ik twee huizen. Eén huis waar ik woonde en één zo'n huis wat ik maar niet kwijtraakte, omdat het niet zo courant was, zeg maar. Omdat andere mensen daar veel minder voor wilden betalen dan wat ik ervoor betaald had. Dus, nou ja, je kent dat misschien wel, hè, dat je dan een tijdje dubbele huis hebt. Maar nogmaals, dat was geen enkel probleem, want er was namelijk altijd geld, omdat ik, denk ik, altijd heel hard gewerkt heb. He, dus werkweken van 70, 80 uur, dat waren echt geen uitzonderingen. Maar ja, dat maakt niet uit, want ik genoot van elk minuut. Ik vond alles wat ik deed, vond ik leuk. Dus het is niet, he, dat ik daar zielig over wil doen. Nee, dat heb ik graag gedaan. En daarom was er ook altijd geld. Dus ja, als ik dan een tijdje dubbele kosten had, dan maakte dat niet zo uit. Maar ik begon mij vrij te maken uit het systeem. En nou, dat betekende dus bijvoorbeeld dat ik die huizen waar een hypotheek op zat wegdeed. En dan maar onder de prijs. Hè, maar wel zo hè, dat ik mijn hypotheek ermee kon aflossen. Maar soms denken mensen wel eens, nou, daar ben je schathemelrijk van geworden. Hè, want dat doen mensen als ze huis verkopen. Nou ja, ik doe het iets anders en deed dat dus niet. Maar ik ging die huizen verkopen omdat ik die schuld niet meer wilde. Omdat ik al van overtuigd was. Je kunt rijkdom niet bouwen op schuld. Dus ik deed die huizen bijvoorbeeld weg. Nou ja, wat ik ook op een gegeven moment deed, ik deed de auto weg. Ook daaraan gekoppeld deed ik verzekeringen weg. Hè? Natuurlijk voor die auto, maar ook verzekeringen die ik me dus had laten aanpraten op het professionele vlak. Maar later ook gewoon mijn eigen verzekeringen. Dat ik dacht, ja, dit is geldklopperij, dit klopt niet. En nou ja, weg naar dus. Ik had op een gegeven moment, ik had geen huis meer, ik had geen auto meer, ik had geen verzekering meer. En eigenlijk, hè, dat weten de meeste mensen ook wel, had ik op een gegeven moment eigenlijk niet eens meer een land, zeg maar, waar ik thuis hoorde, omdat ik begon te reizen. Toen ik die huis verkocht, toen heb ik wel ja, iets gekocht wat ik me kon veroorloven, zeg maar. Ja, en dat was een caravan. En nog nooit. Nou, dit is niet helemaal waar, want ik heb op heel veel plekken heel leuk gewoond. Ik wou dat ze zeggen, nog nooit zo leuk gewoond als toen in die caravan. Maar dat is niet waar, want ik heb echt op alle plekken heel erg leuk gewoond. Maar ik vond het wel heel bijzonder in die caravan. Maar goed, toen ben ik gaan reizen. Ja, had me dus al redelijk wel losgemaakt uit het systeem. Maar ik kon nog altijd mijn brood dik verdienen, zeg maar. Oké, dat werd wat minder, maar ik had hele loyale klanten die me altijd wel wisten te vinden en hè, voor wie ik dan bijvoorbeeld online training kon verzorgen of online consulten kon verzorgen. Tot de coronacrisis. En dat komt voor heel veel mensen natuurlijk bekend voor, want toen kwam de coronacrisis en nog niet eens zozeer dat het mij raakte. Natuurlijk ook wel, maar ik zeg al, dat was niet zo'n probleem, want inmiddels had ik natuurlijk ook niet meer zo enorm veel geld nodig. Dus dat kon allemaal echt stappen minder. Maar mijn klanten verdwenen, hè, want ik had een aantal klanten, ik zeg al, ook professioneel. Hè, ik deed heel veel trainingen in de zorg en in de zorg waren de budgetten toch altijd klein. En soms had ik collega's die zeiden, ja, maar je gaat toch niet voor dat bedrag werken? Als je bij die en die partij gaat werken, kun je minstens het dubbele vragen. Maar ja, ook daar, dat ik dacht, ja, maar ik doe dat omdat ik het belangrijk vind. Omdat ik dacht, en ook merkte natuurlijk, dat ik iets had toe te voegen voor de mensen die in die branche werkten, zeg maar. Maar natuurlijk, de zorg heeft hele grote klappen gehad. Er zijn bureaus geweest die gewoon ja, zo'n lange tijd niks mochten doen dat ze het niet overleefd hebben. Dus ja,
tot de coronatijd, want toen verdwenen een aantal van mijn belangrijke en mijn loyale klanten, zeg maar. Dat was nog steeds niet zo heel erg, maar ik begon me wel meer en meer dat ik dacht van, nou ja, weet je, kijk, als je veel werkt, dan heb je veel geld, maar als je weinig werkt, heb je veel vrije tijd. Dus ik ben maar sinds die tijd gewoon van mijn vrije tijd gaan genieten. En daar waar het kon en daar waar het mogelijk was, verzorgde ik trainingen, veelal online. Maar verder genoot ik gewoon van het leven. En meer, hoe losser ik van het systeem kwam te staan, hoe meer ik dingen ging doen waar het wat mij betreft in het echte leven om gaat. Dus op een gegeven moment ben ik mij meer en meer ben ik mij gaan verbinden met de universele energie, ben ik me gaan verbinden en heb ik dingen gedaan vanuit liefde. Ben ik ja, dingen gaan doen omdat ik voelde dat de wereld of de ander dat nodig had, zeg maar. Maar meer en meer, hoe losser ik van het systeem kwam te staan, hoe meer ik ook kosteloos ging doen. En nogmaals, het was destijds helemaal niet zo erg. Maar er komt een moment, en dat moment is nu, dat ik toch om hulp moet vragen. En die hulp, die kun je op heel veel manieren kun je die geven. Maar laat ik gewoon even concreet worden. Kijk, op dit moment is het zo dat, ik zeg al, dat er belangrijke klanten weggevallen zijn. Dat er ook, zeg maar, in die periode klanten zijn geweest die niet meer met mij wilden werken, omdat ze natuurlijk mijn onbezoldigde werk, zeg maar, in de vorm van mijn video's, ja, die hebben ze gezien en ze dachten, ja, maar ik wil niet meer samenwerken, zeg maar. Maar goed, dus ik heb, laat ik zo zeggen, de inkomsten echt wel achteruit zien gaan. Dat heb ik voor een heel groot deel op kunnen lossen. Maar er komt een moment, en ja, dat is nu wel zo'n beetje, dat ik echt hulp nodig heb. Maar goed, wees niet bang, hè, want ja, deze hele aanloop, wil ik zeggen, er verandert in principe helemaal niks. Dus er zijn wel eens mensen die, als het hierover gaat, en ja, ik heb het natuurlijk ook wel eens met mensen over gehad, en ze zeggen, maar je bent toch niet het zoveelste kanaal waarvoor we moeten betalen, en nou, wees niet bang, er verandert helemaal niks. Omdat, wat mij betreft, ik ga natuurlijk, ja, informatie die in principe voor iedereen te vinden is, die ga ik niet te gelden maken. Ik ga ook niet een betaalkanaal beginnen, hè, of een VIP-room of een ambassadeursruimte waar mensen moeten betalen. Ik vind het belangrijk en ik vind het vooral ook leuk dat gewoon iedereen ja, van mijn filmpjes kan genieten. En dat mijn filmpjes voor iedereen die dat wil, ja, dat daar informatie in zit, dat het inspirerend is, dat er misschien ook hier en daar wat hulp in zit, of verstrooiing, daar hou ik ook van. Dus ik wil dat dat zo blijft. Maar, zei ik al, ik heb daar wel hulp in nodig. Nou, hoe zou je mij kunnen helpen? Laat ik gewoon even concreet worden. Kijk, wat zou kunnen, is dat je mij een opdracht gunt. Ik kan me voorstellen, er zijn toch vaak duizenden mensen die naar mijn video's kijken. En ik kan me voorstellen dat jij misschien een organisatie hebt, of dat je iemand kent met een organisatie. En die de medewerkers binnen die organisatie wil helpen met een training. Kijk, mijn werk bestaat eruit dat ik mensen help, bijvoorbeeld om te communiceren, om effectief te communiceren, om te communiceren met hun klanten bijvoorbeeld, om dingen voor elkaar te krijgen. Dus om hun klanten op zo'n manier te informeren, dat ze gewoon heel duidelijk kunnen maken van, oké, wat heb ik te bieden? En wat kan jou dat opleveren? Dus de commerciële trainingen waar mensen leren, hoe kan ik zo communiceren dat ik de ander, zeg maar, makkelijk kan laten weten wat ik ze te bieden heb. Dat kan. Maar ook bijvoorbeeld als je een organisatie hebt en je wilt de medewerkers ondersteunen in al te stressvolle tijden. Dat zie ik de laatste tijd ook enorm veel. Dat mensen onder hoge druk moeten presteren. Dat door ziekteverzuim dat de druk bij de mensen komt te liggen die er wel nog werken. Maar ook gewoon met alles wat er momenteel gebeurt, dat mensen gewoon echt stress ervaren. Nou, ik ben dus toevallig ook al 30 jaar lang bezig om, hè, naast die communicatie ook mensen te helpen. Hoe kun je je stress onder controle houden? En hoe kun je in stressvolle situaties op een gezonde manier voor jezelf toch effectief blijven communiceren? En communiceren is natuurlijk een heel, ja, een heel specifiek vak waar je altijd nog weer in kan leren. Ook als het misgaat bijvoorbeeld met de communicatie.
En je hebt bijvoorbeeld te maken met agressie en soms niet echt gerichte agressie, maar bijvoorbeeld omdat je werkt in een instelling waar je mensen verzorgt die Alzheimer hebben en die niet meer alles snappen. En soms als je ze dan wil helpen met wassen, hè, dat ze een arm uitgooien en dat jij die dan in je gezicht krijgt. Ik bedoel, dat is niet zo, hè, dat iemand willens en wetens jou aanvalt, maar. Ja, binnen die groep van mensen zie ik nog wel eens dat ze met agressie te maken hebben in de vorm van krabben, bijten, slaan, schelden, dat soort zaken. Dus ja, heb jij een organisatie of ken jij iemand met de organisatie die zegt van nou, ik heb wel op het brede vlak van communicatie, commercie, persoonlijke ontwikkeling, kunnen we de mensen ondersteunen? Je kan mij enorm helpen door mij die opdracht te gunnen. Zeg maar, dat kan. Maar goed, stel je voor, jij hebt niet een organisatie en je kent niemand met een organisatie, maar je wilt mij bijvoorbeeld wel helpen, dan zou het ook kunnen zijn dat je een consult aanvraagt. Ik krijg heel veel vragen van mensen. Er zijn veel mensen die voelen zich eenzaam, zijn gebrouilleerd met familie en met vrienden, zitten in een onzekere situatie, weten niet zo goed van oké, wat kan ik doen, wat zijn mijn mogelijkheden, maar waar zitten mijn angsten waardoor ik niet in de actie durf te komen of het idee heb dat het niet kan, zeg maar. Nou, ik krijg heel veel vragen over dit soort onderwerpen en ja, zover als dat ik dat kan. Beantwoord ik die gewoon altijd online. Hè? Ik stuur even een mailtje terug of ik app even met mensen of wat dan ook. Maar goed, natuurlijk ben ik ook met andere dingen bezig. Maar stel dat jij een consult kunt gebruiken op dit vlak en je gunt mij zeg maar die aanvraag voor het consult, ja, dan kan ik natuurlijk ook echt tijd vrijmaken. Dus ja, je kunt mij helpen door te zorgen dat ik opdrachten krijg voor organisaties, voor jouw organisatie, voor een persoonlijk consult, dat kan. Maar goed, stel je voor dat je zegt, maar ik heb geen organisatie, ik ken geen mensen met organisaties, of die organisaties die hebben wat dat betreft geen hulp nodig, en ik hoef zelf ook niet een consult. Maar stel, je wilt toch helpen, en je wilt die hulp ook richten, zeg maar, richting mij, dan kun je natuurlijk ook altijd een donatie doen. En ik vind het helemaal niet vervelend om daarom te vragen. Want ten eerste, ik heb absoluut geen hekel aan geld. Hè, dat mag duidelijk zijn. Je kunt met geld enorm mooie, goede dingen doen. En daar kun je je leven heel aangenaam mee maken. Kijk, waar ik een probleem mee heb, dat is het geldsysteem. Dus, wat dat denken mensen wel eens, maar dus om geld te verdienen, of als het even niet verdiend kan worden, om geld te vragen, daar heb ik geen enkel probleem mee. En als dat buiten het systeem om kan. Dan heb ik daar al helemaal geen probleem mee. Oké, kijk, praktisch is het zo, als je zelfstandig ondernemer bent, dan kun je niet zomaar een uitkering aanvragen. Dan is er wat dat betreft eigenlijk helemaal geen hulp, maar dat zou ik ook absoluut niet willen. Dat zou ik echt niet willen. Maar goed, als de hulp nodig is en mensen zeggen, nou, ik kan je niet een opdracht te helpen, maar ik kan en ik wil best wat bijdragen in de vorm van een donatie, dan zou ik daar natuurlijk ook ontzettend dankbaar voor zijn. Dan is natuurlijk alles is welkom en alles is behulpzaam. En het mooie is dat je daar in feite iedereen mee helpt. Want ik zou ook nog wat vertellen over mijn visie op de nieuwe wereld. En dan geef ik even een voorbeeld. Ik heb een flinke periode heb ik in Den Bosch gewoond. En in Den Bosch was, het is er nu niet meer, dus ik kan de naam noemen en ik kan ook zeggen wat zij deden. In Den Bosch was een restaurantje in de Vughtestraat. Het heette de Mengelmoes. En de Mengelmoes, het was een restaurantje waar je voor 5 euro, en dat is echt nog niet zo heel erg lang geleden, daar kon je voor 5 euro kon je een drie gangen menu eten. Natuurlijk kon je niet bestellen à la carte, zeg maar, dat kon niet. Maar er was ook wel keuze. En dan had je gewoon soep en je had een hoofdgerecht en je had een toetje. Oké, het was misschien niet altijd enorm verantwoord, maar het was wel altijd enorm lekker. En je kon er eten in een hele lekkere sfeer, zeg maar. En dat was dan dus 5 euro voor in principe een drie gangen menu. Wat zij nou deden, dat was als je ging afrekenen, dan vroegen zij: als je meer kunt missen, zou je dan meer willen betalen? Dus wat ik deed, ik betaalde altijd standaard een tientje. En wat zij dan deden, en dat vind ik heel mooi, en dat is ook echt mijn visie
voor de nieuwe wereld. Wat zij deden, oké, die 5 euro, hè, dat was omdat ik daar gegeten had. Maar die 5 euro die ik extra betaalde, die deden zij in een envelop. Die hingen zij aan een touwtje boven de bar. En als er dan iemand kwam die zelfs die 5 euro niet kon betalen voor de maaltijd, maar er hingen nog enveloppen, dan kon diegene een envelop pakken en die kon daar dan dus ja, eigenlijk kosteloos die maaltijd nuttigen, omdat die maaltijd al betaald was voor een ander. En dat is ja, wat ik enorm voorsta in de nieuwe wereld, dat we elkaar op die manier helpen. Dus op het moment dat jij bijvoorbeeld mij een donatie geeft, dat stelt mij weer in staat om bijvoorbeeld als iemand wel een consult wil, alleen ja, die kan dat niet bekostigen, dan geeft het mij weer de mogelijkheid om dat consult zeg maar kosteloos te verzorgen, omdat namelijk mijn tijd toch al voldoende betaald is. Dus als je doneert, dan doneer je ja, natuurlijk aan mij en daar zou je me ontzettend mee helpen, maar op deze manier help je ook weer andere mensen. En ja, dit is als ik naar de nieuwe wereld kijk, want ik hoor wel eens mensen die zeggen, ja, maar dat kan natuurlijk niet zonder systeem. En we zullen altijd met een bepaald systeem te maken hebben. En dat is misschien wel zo, maar dat hoeft wat mij betreft niet. Want je kunt elkaar op zoveel manieren helpen en ik hoop zelf dat we die kant uitgaan. Als ik bijvoorbeeld naar mijn vader kijk, als de buren zeg maar eten hebben gekookt of een pan soep hebben gemaakt, dan gebeurt het heel vaak dat ze een pannetje soep naar mijn vader brengen. En als ik mijn vader dan wel eens spreek, dan zegt hij, ja, nou heb ik net soep gekregen van de buren, daar kan ik wel 2 dagen van eten. Maar je zus heeft gisteren ook eten meegenomen waar ik 2 dagen van kan eten. Dus ja, dan heeft hij voor 4 dagen eten, maar dan zegt hij, nou weet je wat, ik nodig mijn broer uit en dan kunnen we daar samen van eten. En ja, dit is dus wat ik heel mooi vind. Dat je, ik bedoel, het is heel mooi, hè? Ik ga het niet bagatelliseren, maar een pannetje soep aan iemand geven. Wat kost dat qua kosten en wat kost dat qua inspanning? Dat kost amper iets, maar je doet iemand er een enorm veel plezier mee. Nou heeft mijn vader dat niet per se nodig, maar hij vindt het wel altijd een heel warm, mooi en liefdevol gebaar. En hij kan dat dan ook weer delen. He, dus we kunnen elkaar op deze manier, bijvoorbeeld met voeding, kunnen we elkaar al heel snel helpen. He, maar dat is ook Gwennifer. Daar heb ik wel eens een video mee gemaakt met Gwennifer en Sophia en André ook. Maar die vertelde bijvoorbeeld ook dat verhaal. Volgens mij in allebei de video's. Dat vind ik een mooi verhaal. Dat zij in een flat woont. En als er dingen over zijn, dan gooien mensen dat niet bij het vuilnis in de container. Maar dat zetten ze in die ruimte neer. Dat andere mensen kunnen kijken, staat er iets tussen wat ik kan gebruiken. En dat vind ik ook weer zo mooi, dat ja, gewoon de verspilling waar we met z'n allen mee te maken hebben en de weggooimaatschappij. Wij kunnen elkaar heel makkelijk helpen met spulletjes. Hè, door dingen weg te geven, dingen aan te bieden, dingen neer te zetten, zodat andere mensen ze kunnen vinden. Dus wij kunnen elkaar al heel makkelijk helpen met eten en met spulletjes. En dit is, hè, en wat ik zei, ook met diensten. He, dus ik bedoel, als jouw tijd al betaald is, dan kun je jouw dienst aan een ander die het niet kan betalen ook weer ja, kosteloos aanbieden. En op die manier kun je elkaar dus heel snel helpen. En dat is mijn visie op de nieuwe wereld. En dit is wat ik zo mooi vind en wat ik zo warm vind en liefdevol vind. En wat volgens mij ook enorm nodig is. En dan wil ik dus helemaal niet zeggen, hè, dat geld zal verdwijnen of dat het helemaal niet meer nodig is. Want wat ik al zei, je kunt echt hele mooie, lieve, goede dingen doen met geld. Hè, als er maar niet een satanisch systeem achter zit. En dus we kunnen elkaar heel makkelijk helpen. Dus vandaar dat ik zei, dit is ook een video waarin ik om hulp vraag. En waardoor ik het ook nog mooi vind om hulp te vragen. Hè, in de vorm van een opdracht, een consult, misschien in de vorm van een donatie. Nou, dat laat ik natuurlijk verder helemaal aan jullie over, want wat ik nog een keer wil benadrukken, wat mij betreft verandert er helemaal niks. Kijk, het is wel zo, hoe meer ik uit het systeem kom, hoe meer ik zeg maar toch met het systeem geconfronteerd word. Want het systeem, dat blijft mij namelijk wel geld vragen. Bijvoorbeeld, ik
moet natuurlijk betalen voor de communicatiemiddelen waarmee ik bijvoorbeeld deze filmpjes maak of waarmee ik mijn online werk kan uitvoeren. Nou, daar moet ik natuurlijk voor betalen en dat zit natuurlijk ook aan alle kanten in het systeem, maar dat is nou eenmaal zo. Kijk, als ik wil reizen, dan kan ik het heel low budget doen, hè, want daar kunnen we elkaar ook mee helpen. Als jij naar je werk reist en je weet dat de buurman of de buurvrouw die werkt op dezelfde plek, in dezelfde buurt. Er zijn al heel veel mensen die reizen met elkaar, bijvoorbeeld. Hè? Dus reizen kan heel low budget, maar als je een oceaan over wil steken, of als je een langere afstand wil afleggen, dan word je toch geconfronteerd met kosten die je voor die reis moet betalen. Of als ik naar mezelf ook kijk, als ik een keer een tijdje niet wil reizen, en ik wil het mezelf veroorloven, zeg maar, om een verblijfplaats een tijdje te hebben, ja, dan vraagt het systeem aan mij geld voor die verblijfplaats over het algemeen. Ik bedoel, als ik mijn tentje neem en ik doe mijn rugzak op en ik trek bij wijze van spreken de wijde wereld in, dan is het ook heel vaak heel lief als je aan mensen vraagt, mag ik mijn tent in jouw tuin zetten, dat het ook mag. Dus dat kan allemaal wel, maar ik word op die manier wel nog altijd natuurlijk geconfronteerd met kosten die samenhangen met het systeem. En dat is ook de reden dat ik zeg, ja, kijk, op het moment dat er wat minder inkomsten zijn, hè, om de reden die ik genoemd heb, dan gaan de uitgaven gaan wel door. En op dat moment kan ik dan dus enorm goed hulp gebruiken. En nou ja, dat is dus, hè, waarom ik dit verhaal aan jullie vertel. Ik ga nog wel ook een stukje hierover schrijven. Dat ga ik op mijn Telegram kanaal neerzetten. En daar ga ik ook kijken hoe je sowieso met mij in contact kan komen. Hè? Dus als je een opdracht hebt, een consult wil aanvragen. Maar ook als je een donatie wil doen. En dan geef ik wel aan hoe je dat het makkelijkste kan doen. Dus daar ga ik nog wel een stukje over schrijven. En dan met name zal ik dat zetten op het Telegram kanaal. Dit is de boodschap die ik vandaag aan jullie kwijt wil. Ik ga je enorm bedanken voor het kijken en het luisteren. Er verandert dus helemaal niks. Zolang het kan, blijf ik mijn video's maken. Blijf ik inspireren. Blijf ik informatie geven. Blijf ik daar waar ik kan, zeg maar, ondersteunen met mijn hulp dan weer voor degene die willen kijken. Dus er verandert helemaal niks. Dus ik kan gewoon afsluiten met dankjewel voor het kijken en heel graag tot de volgende Wakker Worden met Robertus.